Daar waar het echt nodig is en echt mensenlevens in gevaar zijn, is het belangrijk om zo snel mogelijk te plaatsen te zijn. En dan zijn we met onze Duitse collega's echt in het voordeel uh, nu. En precies voor die cruciale tijdwinst heeft de brandweer uit Millingen aan de Rijn een samenwerking met hun Duitse brandweercollega's uit Riendern, in de buurt van Kleef. Het alternatief aan de Nederlandse kant van de grens heeft 30 minuten nodig om in Millingen te komen. Ubergen is uh, eigenlijk het dichtstbij. En dan uh, Nijmegen. Nou ja, goed, weet je, die hebben toch wel een behoorlijke aanrijdtijd. Hier naar deze uithoek van, uh, van Nederland. Uh, en ja, onze Duitse collega's zitten echt uh, zeg maar op 10 minuten afstand. Samenwerken, dat doen ze al heel lang. In 1971 stond een boerderij, pal op de grens en Lichterlaaien. Niemand wist toen welke brandweer gebeld moest worden. En dus zijn allebei de korpsen uitgerukt. En vervolgens uh, hebben die twee samengewerkt om die brand bij die boerderij zeg maar, te blussen. Ja, dat heeft ertoe geleid dat er een soort van samenwerkingsverband, maar ook een vriendschap ontstaan is die, uh, ja, die nu al bijna 50 jaar duurt. Door deze eindteiling is die vriendschap ontstaan. Daarbij hebben we dan vastgesteld dat die sluichen niet samenpassen. Und dadurch haben, sind dann die Ideen entstanden, dass wenn wir nochmal mit den Kameraden aus Millingen einen Einsatz haben, dass wir dann ein Kupplungsstück haben, wo wir die Schläuche mit verbinden können, um dann gemeinsam den Brand auch löschen zu können. Das ist das Kupplungsstück. Wir haben uns der erlaubt, den schön in Oranje zu lackieren, damit wir genau wissen. Und ja, die Kameraden aus Millingen wissen auch, dass wir... Die deze koppelstukken bij ons hebben. En in oranje vinden de jongens. en we zijn niet sneller. Die kameraden hebben zelf ook koppelstukken. die zijn, maar niet in schwarz-rood-gold gekennzeichnet. Met steun van de EUREGIO. is de samenwerking drie jaar geleden. in een officieel document vastgelegd. En sindsdien kunnen de brandweermannen. nog beter samen hun brand blussen. Naast het oranje koppelstuk. is er nog meer materiaal. heen en weer gegaan. om de samenwerking zo nog soepeler te laten verlopen. We hebben onze collega's in Duitsland voorzien van de lichtkrant waarop het adres verschijnt als ze omkleden zeg maar, om naar ons toe te komen. We hebben ze een portefeuille gegeven met ons C2000-systeem erin. Ze kunnen gelijk contact opnemen met ons en ze horen dan ook gelijk waar ze naartoe moeten en wat we graag van ze zouden willen zien als ze ter plaatse komen. De afgelopen jaren hebben de twee korpsen veel aan elkaar gehad, al is er wel een klein verschil. Vanuit Duitsland zeg maar, naar Nederland denk ik dat we echt tientallen keren al uh, samengewerkt hebben. Uh, en andersom is dat pas, uh, ja, eigenlijk nu pas één keer gebeurd uh, dat wij in Duitsland opgetreden hebben. In september is het geweest aan brand in Keken. Daar hebben we tagsüber die kameraden aus Millingen nog dazu geholpen. Wat ook zeer goed geklapt had. we hebben halt ook de. Niederländischen Funk auf dem Auto haben. Wir können direkt Kontakt mit dem Befehlführer von TS Millingen aufnehmen und auf der Anfahrt schon sagen, was da vorliegt, was er vorbereiten kann, worauf er sich einstellen muss. Ihr merkt gewoon dat es Zeit nodig heeft, um langsam daran zu wennen: dat, oh ja, wir können die Hollanders auch laten komen, want uh, ja, die zitten hier vlak über de grens. Weet je wel. Maar uh, ja, goed. En, en gelukkig is er misschien heel weinig brand in Duitsland. Dat zou ook kunnen, natuurlijk. Hè. Hey.